D, nice. Relax. Hammer, Danny. Calvin. Mecca, Marlin. Beachy, to the rescue. Hey jongens, we hebben een oproep van Marley gekregen uit Veenendaal. Zullen we die eens even kijken? Ja, dat doen we. Helemaal goed. Ja. Hoi B-team. Ik ben Marley, ik ben 28 jaar en ik heb de ziekte van Lyme. Hier werkt mijn zenuwstelsel niet goed en zit ik in een rolstoel. Dit is ook precies het probleem waar ik mee zit. De rolstoel die ik nu heb, die zit niet lekker en ik krijg ook echt pijn als ik erin zit. Ik wil graag een nieuwe rolstoel die goed zit en waar ik geen pijn in krijg. Maar de gemeente wil me die niet geven. Kunnen jullie me helpen? Een goede rolstoel is sowieso belangrijk als je de hele dag in moet blijven zitten. Zal ik naar Marley gaan? Zoeken jullie dan even uit hoe het zit bij de gemeente? Ja. Moeten we erbij wel doen. Doei. Doei, succes. Doei. Doei. Marley, wat een vraagje, want ik zie je gewoon perfect naar binnen lopen en rondlopen. Maar toch heb je een rolstoel. Waarvoor heb je die eigenlijk nodig? Nou, ik heb de ziekte van Lyme en daardoor werkt mijn zenuwstelsel niet goed. Mijn autonome zenuwstelsel. En als ik lang sta, dan val ik flauw. Mm-hmm. En daar gebruik ik een rolstoel voor. Fysiek gezien kan ik gewoon lopen, mijn benen doen het, alles werkt. Maar vanwege de bloeddruk heb ik een rolstoel nodig. En hoe lang leef je al met de ziekte van Lyme? Bijna 4 jaar. Een grote verandering in je leven? Ja, heel groot. Ik was een bezig bijtje. Heel sportief. Ik werkte als fysiotherapeut en deed een masteropleiding. En daar ben ik eigenlijk allemaal mee gestopt met sport, werk, studeren, alles. Ik zie hier binnen een rolstoel staan. Wat is daar dan mis mee? Ik zal het even laten zien. Ja. Nou, dit is hem. En op zich ziet hij er prima uit. En het probleem is eigenlijk voornamelijk het zitten. Binnen een half uur voel ik mijn kont niet meer, omdat alle druk eigenlijk op mijn zitbotten komt. Ik voel me ook niet ondersteund, dus ik heb het gevoel alsof ik een soort plumpudding ben die in de rolstoel zit als ik rij. Ja. Met als gevolg dat ik eigenlijk mijn benen helemaal intrek om zo strak mogelijk te zitten, om stabiliteit te zoeken. En dat is heel erg vermoeiend. Ja, maar daar is een rolstoel eigenlijk wel voor bedoeld, denk ik. Dat is eigenlijk wel het belangrijkste, ja. Ja, duidelijk verhaal. Oh, wat lees ik hier? De gemeente verdient 9 miljoen op WMO-gelden. Eigenlijk dat wel absurd, hè? De gemeente ontvangt van de Rijksoverheid geld voor zorgvoorzieningen, maar houdt er ieder jaar fors op over. De gemeente houdt vol dat iedere Veenendaler de zorg krijgt die hij verdient. De afgelopen 2 jaar hebben ze wel 4,5 miljoen overgehouden per jaar. Waar gebruiken ze daarvoor? Nou, dat weet ik niet, maar ik weet wel dat die rolstoel van Marley daar dubbel en dwars in past. Makkelijk. Dat bedoel ik. Oh, hier staat ook trouwens een stuk van de PvdA, die het ook niet echt vinden kunnen allemaal. Dan zou ik wel eens naar Veenendaal gaan om met die man van de PvdA te spreken. Je krijgt geen andere rolstoel van de gemeente? Nee. Nee, ze wilden proberen om deze rolstoel aan te passen, om hem passend te maken. Uh-huh. En daar hebben ze best wel veel aanpassingen voor gedaan, maar het is gewoon niet gelukt. En hoe lang ben je er al mee bezig? Nou, ik heb deze stoel nu ruim 2 jaar en eigenlijk vanaf het begin dat ik hem heb gekregen ben ik er al mee bezig dat hij niet goed zit. Meerdere keren eigenlijk te horen gekregen dat het niet anders kan. Toen ging ik afgelopen juni een sportrolstoel passen en toen heb ik ook gevraagd, goh, kijk eens naar deze rolstoel. En toen hebben ze eigenlijk gezegd van, nou, we snappen wel dat je hier niet lekker in zit en last van krijgt. Toen heb ik eigenlijk besloten van, nou, dan ga ik er ook nu echt wat aan doen en helemaal doorpakken en ervoor zorgen dat ik gewoon krijg waar ik recht op heb, want zo kan het gewoon niet langer. Wat voor rolstoel zou je eigenlijk willen dan? Ik heb een hele goede rolstoel gezien die helemaal op maat gemaakt kan worden met een ergonomische zitting en een ergonomische rugleuning. En die heb ik ook gepast en die zat eigenlijk perfect. Het probleem is alleen dat de gemeente geen contract heeft met die leverancier en hij dus niet in het pakket zit. Dus de gemeente wil hem niet vergoeden.
Maar wat kan de gemeente je wel bieden? Want aanpassen heeft dan geen zin. Ze hebben dan een persoonsgebonden budget geboden van 1300 euro. En dan zou ik zelf de stoel aan kunnen schaffen waar ik maar wil. En ben ik niet gebonden aan de leverancier van de gemeente. Oké, en met die 1300 euro kan je die stoel niet aanschaffen? Nee, de stoel kost 7500 euro. Oh, ja. Dus dat is een groot gat. Ja. 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 Ik geloof dat de gemeente ieder jaar geld overhaalt van de WMO geld. Hoe zit dat? Nou, we krijgen heel veel geld van het Rijk voor de WMO, ongeveer 17 miljoen. En in Veenendaal hebben we van tevoren gezegd, wij willen streng zijn aan de poort. Dus als wij een keukentafelgesprek met iemand houden, dan is eigenlijk de insteek niet zozeer van welke zorg diegene nodig heeft, maar hoe we dat als gemeente zo goedkoop mogelijk kunnen doen. Uiteindelijk betekent dat dat we gewoon in plaats van die 17 miljoen die we krijgen ongeveer 13 miljoen euro uitgeven. En dat geld wat we overhouden, dat houden we eigenlijk in de algemene reserve. Daar doen we andere dingen voor. Dus de miljoenen die overblijven, gaan dus niet naar de zorg? Nee, die gaan niet naar de zorg. Die gaan naar parkeren of naar iets leuks voor de binnenstad of voor een stadstrand of allemaal dat soort dingen, straatlantaarns. Maar niet naar de zorg. Nee, dat geld is weg. Dat is eigenlijk raar. Ja, wij vinden dat geld wat wij krijgen voor de zorg ook daadwerkelijk aan zorg voor mensen besteed moet worden. En zorgen dat mensen ook gewoon echt die zorg en die middelen krijgen die ze nodig hebben. En wat kunt u er zelf iets tegen doen? Nou ja, ik zit in de gemeenteraad, dus ik moet in de gemeenteraad ook mijn andere collega's overtuigen. En verder moeten we proberen om dat streng aan de poort gewoon uit het beleid te krijgen in Veenendaal en te zorgen dat we ruimhartig aan de poort worden en kijken naar de zorg die mensen nodig hebben in plaats van naar de kosten van de zorg. Wat vindt u er eigenlijk van de zaak van Morley die van het PGB 1300 euro krijgt, terwijl ze eigenlijk een goede rol nodig heeft? Nou, dat vind ik dus dat dat eigenlijk niet kan. Als wij als gemeente zeggen van iedereen krijgt de zorg die nodig heeft, dan moet je ook gewoon de rolstoel krijgen die je nodig hebt. Ja. En niet een bedrag wat niet in de buurt komt van wat een rolstoel kost. En dan zoek het zelf maar uit. Dat is nou gewoon precies wat wij bedoelen. Met streng aan de poort, dat werkt niet. We moeten gewoon ruimhartig aan de poort zijn en goed kijken naar wat diegene nodig heeft. En dan hoort Marley gewoon die rolstoel te krijgen. Ja, vind ik ook. Ja. Oh, ik krijg een berichtje. Hij is van het hoofdkwartier. En ik kan praten met iemand van de gemeente hier die over een WMO gaat. Ik kan trouwens langs een ambtenaar van WMO. Dan kan je die goed aan de tand voelen, want dat is wel belangrijk. Absoluut. Super. Ja, toch? Dus dat ga ik even doen. Ja. Nou, heel erg bedankt dat je er was en succes bij de gemeente. Goedemiddag, we hadden een afspraak met Patty van Kuizenburg. Ja, dan gaan we die even bellen. Is goed. Ja, neem even plaats. Goedemiddag, ben ik met Patty? Ja, zeker. Hoi, Denise. Peggy. Hoi, Marley. Hoi, Peggy van Kuizenburg. Peggy, kan je mij misschien uitleggen hoe het werkt als je een rolstoel wil krijgen? Ja, dan komt jouw vraag dus binnen. Wat we dan daarmee doen als consulent, dan nemen we uiteindelijk persoonlijk met je contact op en dan gaan we een gesprek aan. Dan gaan we samen doornemen van wat zijn de dingen waar je problemen mee hebt, wat zijn de mogelijkheden, wat zijn je onmogelijkheden. En dan kijken we eigenlijk gezamenlijk van wat zijn de dingen die eventueel door anders organiseren opgelost kunnen worden. En wat er overblijft wat mogelijk vanuit de wet maatschappelijke ondersteuning ondersteund moet worden. Wie bepaalt er dan wat voor type rolstoel je krijgt? Op basis van jouw kunnen en ook de eisen die er moeten zijn aan die voorziening. Dat programma van eisen, die functionele eisen, die sturen we naar een van onze leveranciers. En dus die leverancier, die neemt met jou contact op. En die gaat met jou uiteindelijk, als het om een rolstoel gaat, gaat die dus die passing aan. Maar wie beslist dan uiteindelijk wat je dan krijgt? Dat is eigenlijk in die passing. Dus dat is die leverancier die dat beslist. Maar hoe zit het dan als het niet helemaal naar wens is? Dan kan je aangeven van, joh, ik wil in bezwaar gaan. Maar je kan ook een PGW aanvragen. En hoe wordt dat bedrag bepaald?
We gaan dan tot het maximum van de kostprijs van die voorziening, wat wij ook voor die voorziening kwijt zijn bij de leveranciers. Op basis daarvan kan je een vergelijkbare voorziening kan je zelf aanschaffen. Ik heb nog één vraag en dat is waar elk jaar wordt er 17 miljoen gereserveerd voor de WMO en waar gaat dat geld precies heen? Ik ben niet van het niveau dat ik precies weet hoeveel er gereserveerd is per jaar. Ik ben echt van de uitvoering. Ik weet wel dat of we dat bedrag aan het eind van het jaar bereiken qua wat we verstrekken aan de cliënten, ja of nee. Dat eigenlijk in die zin niet uitmaakt, omdat we per individuele situatie kijken wat nodig is. Wat moet er qua ondersteuning komen, wat moet er qua maatwerk komen voor die cliënt. En dat kunnen we verstrekken. Ik heb tot nu toe nog nooit nee hoeven te verkopen, omdat er een potje leeg zou zijn. Oké, dat is wel een fijn, toch? Ja, hè? Ja. Gelukkig wel. Ja. Super bedankt. Graag gedaan. Die witte? Ja. Hey jongens, ik krijg een berichtje van Marley. Oh, ben benieuwd. Vertel. Hoi B-team, nog even met Marley. Ik wil jullie heel erg bedanken voor de aandacht die jullie voor mijn zaak hebben gehad. En ik wil heel graag laten weten dat het gelukt is en dat ik bericht heb gekregen dat ik volgende week de rolstoel die ik heel graag wil hebben mag gaan passen en dat die dan volledig betaald wordt uit de WMO. Dat is mooi nieuws voor de. Top meid, heel echt mooi. Super. Lekker toch? Lig je ook overhoop met de gemeente of een andere instantie? Mail naar nolimitsnetwerk@karo-ncfv.nl en dan komt het helemaal goed. Tot volgende week. Doei! Houdoe! Hey jongens, proost! Ja, we hebben het jaar overleefd. En hoe? Op naar de volgende. En op naar de volgende. Dat bedoel ik, op naar de volgende! Yay! Wat is het snel gegaan, hè? Ja, normaal. Inderdaad. Ja, en wat hebben we mooie dingen mogen doen. Zeker weten. Dat bedoel ik. Vooral die van Kubra was heel bijzonder. Die was heel mooi. Ja, heel bijzonder, heel mooi. NoLimitsNetwerk @karo-ncfv.nl